Hardy en Wijnberg. Eeuwig en altijd Hardy en Wijnberg. Nou, we gaan er eens even snel doorheen. We gaan kijken naar Hardy en Wijnberg. Zoals ik al zei. Gen heeft over het algemeen, als wij het hebben hier in biologie over genetische eigenschappen, heeft twee verschijningsvormen. Vaak hebben we twee allelen. Ja? We hebben een dominant allel, wat we als een hoofdletter schrijven, en we hebben een recessief allel. Over het algemeen, uitzondering daar gelaten, zoals bij bloedgroepen, hebben we maar twee allelen per gen. In werkelijkheid is dat niet altijd zo. Sterker nog, vaak niet. De kans dat allel grote A voorkomt, stellen we op P. De kans dat allel kleine A voorkomt, stellen we op Q. Meer kansen zijn er niet in dit geval. Dus P plus Q is 1. Dat is 100%. Ja, maar kansen doen we altijd tussen de 0 en de 1. Dus P plus Q is 1. Nu hebben we in biologie hebben we het vaak te maken met dit soort Hardy en Wijnberg vragen met diploïde organismen. Dus in een diploïde organisme kunnen P en Q steeds op ieder van die twee allelen voorkomen. Wat hebben we dan? Dan hebben we dus een kans dat het eerste allel een P is en een kans dat het tweede allel ook een P is. We gaan ze zeg maar zoals een kruisingsschema. Gaan we kijken wat de kansen zijn. Heb ik hier snel even neergezet. PQ, PQ. Het zal je niet verbazen dat we dan drie mogelijkheden hebben. P kwadraat, namelijk grote A, PQ, grote A, kleine A. En die komen twee keer voor hè, in mijn kruisingsschema. 2PQ en Q kwadraat. Dit zijn ze alle vier. Hè, want deze komen twee keer voor. Maar die zijn hetzelfde. Dus drie verschillende mogelijkheden. Wat is nou vaak het probleem? Deze groep, P kwadraat plus 2PQ, PQ, zijn van de buitenkant als fenotype gelijk. Zijn niet van elkaar te onderscheiden. En daarin ligt vaak de oorzaak van alle verwarring in die Hardy en Wijnberg vraag. Dus als we deze vergelijking moeten gaan oplossen, moeten we gaan kijken wie is Q kwadraat. Stel je nou voor, kort haar. Ja, een kortharig organisme heeft dat kort is grote A, dominant ten opzichte van recessief lang haar. En 36% is kortharig in een bepaalde populatie. De vraag is, wat is P en wat is Q? Dus wat is de allelfrequentie voor A en voor kleine a? Nu, als we weten dat kort 36% is, we moeten gaan kijken naar die Q-kwadraat. Dus moeten we op zoek naar die langharige. Langharige is 64%. Ja, andere mogelijkheden zijn er niet. 64% stellen op Q-kwadraat. Dat zijn namelijk diploïde organismen. Hoe rekenen we dan Q uit? Nou, door de wortel uit 0,64 te trekken. En dat is 0,8. Als we Q weten, weten we ook P. En dat is 0,2. Appeltje, eitje. Tweede deel van de film. Ja, een volgende filmpje. Een wat lastigere vraag. Maar tot zover moet dit erg goed te volgen zijn. Veel succes bij het maken van veel oefenopgaven. Want dat is belangrijk. Doe het vaak, dan komt het allemaal in orde.